Hallo allemaal, het is fantastisch om bij de Delta-conferentie te zijn. We zijn helaas niet fysiek bij, want zowel Henk als ik zitten dan in Glasgow. Jullie hebben niet één gezant, maar twee gezanten, twee diplomaten. De watergezant Henk Ovink en ikzelf, Jaime de Boer en Parma, de klimaatgezant. Henk, met klimaat, zit het water ons tot aan de lippen? Waar zitten we? Nou, het water zit over de lippen. Maar het is niet alleen te veel water, het is natuurlijk ook extreme droogte en vervuiling. Klimaatverandering maakt eigenlijk alles erger als een vergrootglas. Nederland, Duitsland en België voeren dat nog deze zomer met de overstromingen. En we zien het over de hele wereld dat die extremen en die rampen toenemen. Dus Nederland en de rest van de wereld staat aan de voorkant van die klimaatimpact. Ja, ik merkte het deze zomer, want ik reed van Zwitserland met de verhuiswagen voorbij België en Duitsland. Ik zag overal militairen en brandweermannen op de parkeerplekken staan. Ik dacht nationale oefening. Het bleek inderdaad slecht nieuws te zijn. Dus we merken gewoon, dit is gewoon echt. We zagen in Zuid-Europa ook allemaal branden. Maar ik kreeg ook het IPCC-rapport op mijn bureau. Wat viel jij daarop? Nou, het IPCC-rapport zegt dat uitstel is onmogelijk. Hè? Het is nu, hè? Klimaatverandering. We dachten vroeger, het is iets van die toekomst en het is iets van Azië, misschien Afrika. Maar het is van alles en iedereen. En adaptatie, mitigatie, dus je voorbereiden op die toekomst en ervoor zorgen dat we binnen die 1,5 graad blijven, is voor iedereen kritiek en essentieel. Ja. Nou ja, we moeten internationaal in gaan grijpen. We zijn dus in de kop. Ja. We zijn in de kop en we zien dat. Mijn taak begint bij de grenzen van Europa. Dus Europa is goed voor 8% van de uitstoot. En ik hou me bezig met 92%. Dus hoe doet China het, hoe doet de Verenigde Staten het, hoe doet India het, Indonesië, alle grote uitstoters in de wereld, hoe doen die het samen? En we moeten gezamenlijk komen tot uitstoot tot 1,5 graad bij 2030. En wie zijn hier dan in Glasgow? Nou, in Glasgow hebben we natuurlijk overheden. Wij moeten afspraken maken van hoe doen we het in Nederland, hoe doen we het in Europa, hoe doen we het in andere landen. Maar we moeten ook werken met wetenschappers en wetenschappers. En daarom is het IPCC-rapport zo belangrijk. Die houden ons een spiegel voor. Die zorgen ervoor dat we weten wat er gebeurt. En ik zie het een beetje als pixels. We zitten nu ook op een scherm. En die pixels worden steeds scherper van de wetenschap. Dus het beeld die we krijgen is geen mooi beeld. Hè? Zoals je zei, 10 jaar eerder komen we al op 1,5 graad. Dus we moeten echt gaan versnellen. Maar wie zit er nog meer, zei je? Nou, overheden, bedrijven, die moeten zorgen dat ze ook hun zaken op orde krijgen. Want heel veel bedrijfsleven zit over de grenzen heen. Denk maar aan scheepvaart, luchtvaart, cement, staal. Dat zijn allemaal dingen die je niet puur per land kunt regelen. Moet je echt als sector regelen. Nou, we hebben natuurlijk ook het maatschappelijk middenveld, de Greta Thunbergs. En die moeten zorgen dat we wakker blijven. Hoe zit het in Glasgow met adaptatie en mitigatie? Gaat dat een beetje hand in hand? Nou, dat wil ik eigenlijk jou vragen. Jij bent de adaptatie-king, dus vertel eens. Ja, ik zie die mitigatieagenda voortstuwen. Dat is een global debate. 1,5 graden is voor iedereen belangrijk. Maar adaptatie loopt nog echt achter. We hielden in Nederland in januari de klimaatadaptatie-top. Om de wereld bij elkaar te halen. Om hun ambitie op adaptatie te vergroten en te versnellen. We hebben een hele discussie over loss and damage, hoe we de Global South helpen om op adaptatie en mitigatie te versnellen. 100 miljard per jaar. We zijn er misschien bijna. COP in Glasgow zou dat moeten regelen. Maar op adaptatie, Nederland beloofde op die top 50-50. De helft van de financiering naar adaptatie, de helft naar mitigatie. Maar we moeten echt landen over de hele wereld helpen om ook aan die 50-50 te komen. En Nederland moet natuurlijk haar ambities op mitigatie waar gaan maken. Ja, en op adaptatie hebben we natuurlijk heel veel te bieden. Ja. Of hebben we onvoldoende geïnvesteerd in Nederland in adaptatie? Nou, we moeten. Delta-programma heeft gezegd, er moet meer bij. 800 miljoen incidenteel, 100 miljard structureel. De vraag, 100 miljoen structureel. De vraag is of dat werkelijk genoeg is. Die toekomst komt versneld binnen. Dus dat hele Delta-programma op de kop om ervoor te zorgen dat wij kampioen adaptatie blijven. En water is daarvoor kritiek belangrijk. Ja. 90% van alle klimaatrampen is water gerelateerd. Dus we moeten met water doen. En dat kunnen we ook. Maar het vraagt ook dat we samenwerken. Nederland kan het echt niet zonder die wereld. We moeten met onze landen, België, Duitsland, Denemarken enzovoort, in Europa werken. Europa is daarvoor een fantastische aanpak. Maar ook wereldwijd. Want als de rest van de wereld zich niet houdt aan 1,5 graad... zijn we in Nederland als eerste de klos. Maar we hebben al die mensen nu in dat programma die zitten te luisteren. Wat kunnen zij bieden aan de wereld? Alles wat wij in Nederland doen aan water en adaptatie is een inspiratie voor de wereld. Dus die samenwerking, dat is wat ik doe. Ik ga die hele wereld over om onze kennis te koppelen aan lokale vragen.
En tegelijkertijd is het heel erg belangrijk dat we leren van die lokale vragen wereldwijd. Want die droogtes in Nederland zijn voor ons ook een reden om het hele watersysteem weer op zijn kop te zetten. En twee, die ambitie moet omhoog. Hè? Nederland, klimaatadaptatie, moet eigenlijk de eerste regel zijn van het nieuwe regeerakkoord. Hè? Het moet het leidende principe zijn van hoe we samenwerken. Ook in Europa. Kijk maar naar de Green Deal. Ja. Kijk maar naar de adaptatieagenda. Europa is nog gefragmenteerd. Elk land heeft een andere kustveiligheidsstrategie met een ander IPCC-scenario. Dus Nederland kan echt helpen om die wereld op die on par te brengen, hè, op datzelfde ambitieniveau en te versnellen. En die innovatie is fantastisch. Nou, en we moeten natuurlijk adaptatie, we moeten ons aanpassen aan het klimaat. Maar we moeten ook echt gaan versnellen op mitigatie, zorgen dat we minder CO2 in de lucht krijgen. Want dat is uiteindelijk, ja, voorkomen is altijd het beste, ja, wat je kunt doen. Nou, voor mij, hè, in de kop is mijn doel van te kijken van, kunnen we het gaan halen? Hè? Kunnen we, als we al die 1,5 graden programma's gaan optellen, komen we dan aan onze doelstellingen? En ik heb een beetje een Sifan Hassan gevoel. Struikelen begin van de race, maar toch die race halen. Daar zit de wereldgemeenschap. En het is niet één team versus een andere. Het is team humanity. Dus we moeten het samen gaan doen. Ja, en ik ben het volledig met je eens. Hè? Dat samenwerken, dat zien we heel lokaal al. In gemeenschappen die kwetsbaar zijn. Maar dat zien we ook internationaal. Nederland kan daarin leidend zijn. Want dat leiderschap is inspirerend. Dat is ook goed voor onze economie, maar vooral goed voor onze zekerheid en de zekerheid in de wereld. En die call to action, die zien we over de hele wereld komen vanuit, ja, vooral de jongeren natuurlijk. Ja, die hebben langs het leven nog. Ja, dus, ja. En die roepen ons allemaal wereldwijd op. En zo is er ook een fantastische video gemaakt door scholieren uit Schouwen-Duiveland. En die roepen ons als gezanten, maar de hele wereld op om in Glasgow het verschil te maken. Dus nou, ga je me heel veel succes hier op kop. Wij doen het samen. Delta-conferentie mensen, jullie heel veel inspiratie in Nederland. Maar vooral ook in Nederland met de wereld. En kijk mee naar de scholieren uit Schouwen-Duiveland. En we gaan met z'n allen doen. We gotta act as one. We gotta act as one. We gotta act as one. And we'll be okay. See the light guide us. Oh, I just know it's possible.